Wij scheppen ook over Foodforum. Wat was het leuk om al die mensen te vertellen over ons mooie Foodforum. Ons mooie paviljoen. 5 meter glas, dat betekende het water. En die mooie bodem aan de onderkant, dat is de zeebodem. Binnen in Foodforum boden we de mensen de gelegenheid om door middel van een virtuele bril een vlucht boven Flevoland te maken die 7 minuten duurde. Een vlucht die door de meeste mensen ontzettend gewaardeerd werd. Nadat de mensen gevlogen hadden en weer terug waren op Flevolandse bodem, nodig ik ze altijd uit om aan de bar te genieten van onze Flevolandse producten. Er kwamen heel veel mensen uit verschillende landen. En dat vond ik juist zo leuk. Je sprak Nederlands, Engels, Duits, Spaans. Het maakt niet uit, overal kwamen ze vandaan. Niet alleen mensen vanuit het buitenland, maar ook onze eigen inwoners van Flevoland kwamen diverse keren terug omdat ze geen genoeg konden krijgen van hun eigen mooie stukje Flevoland op het Foodforum. 6 maanden lang, iedere dag, samen met al onze ambassadeurs, hebben wij daar het verhaal van Flevoland in het Foodforum verteld. En wat waren we enorm trots. We waren trots, we zijn trots en we blijven trots. U toch ook?